Zo jongens, welkom bij weer een nieuwe video van DFS Team. Zoals je achter mij ziet, niet een fietskar, maar alleen een fiets. Want ik ga eerst even voeren vandaag. Morgen ga ik pas vissen. Morgenochtend nog even werken en daarna ga ik lekker een nochtje vissen, alleen. Ja, moet helemaal goed komen. Ik ga laten zien waar ik ga voeren en hoeveel. En dan zie ik jullie zo. Nou jongens, we gaan even de kantengel aanvoeren. Hier bij de boom, niet te moeilijk. Ja, zoals je ziet, zij zijn lekker aan het slijmen. Ik denk dat het ongeveer 1 kilo is, zoiets. Nou, misschien iets meer. Ik ga het over 2 stekken verspreiden. En het moet helemaal goed komen. Nou, zoals je ziet jongens, kantengeltje 1. En wat ik nou nog meer ga doen, is als ik nou een vis vang op deze hengel, dan zal de stek al even verstoord zijn. Dus ik ga aan de andere kant ook nog even voeren. En dan kan ik hem zo op het andere plekje leggen als ik een vis heb gevangen. En ja, dan voer ik weer bij op de andere stek. En als die ene weer afloopt, dan gaat hij weer naar de andere. Maar het klinkt heel mooi in theorie natuurlijk. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ik ga het proberen. Nou jongens, mijn linkerarm die is bijna uit de kom. Oh, dat smijt is niet goed voor je. Maar het voer ligt erin. En ik zie jullie morgen. Lekker man. Oh jongens, eerste keer met de nieuwe schetser, maar het is een feit, hij is alweer omgevallen. Fantastisch. Oh, een kut, sorry. Zo jongens, de dappere strijder is ook weer aangekomen. 2 keer omgevallen, karretje. Oh jongens. Ik ben echt helemaal naar de kloten. Heel de dag gewerkt, tot een uurtje of 4. En ja, daarna thuis gegeten, snel gedoucht en de spullen gepakt en naar de waterkant gegaan. Dus nu denk ik 8 uur. Ik ga even rustig de hengels optuigen. Die rechts zijn al geknoopt, dus dat is helemaal super. Maar ja, zoals ik gisteren al zei, 1 hengeltje onder de kam met tijgenoten, de andere met bolies in de opening. En we gaan de hengels klaarmaken. Ik zie jullie zo. Dit is het inlijnlood, die komt voor de kant met de tijgenoten. Waarom leg ik nou het inlijnloodje voor de kant? Inlijnlood heeft mooie eigenschappen dat als een vis het lood oppakt, eigenlijk gelijk al het gewicht op de haakpunt komt, als hij hem optilt, zie je gelijk in 1 keer. Maar het nadeel ervan is, als je hem ver weggooit, dan kan hij er snel zo omheen slaan. Door die anti-tangle sleeve wordt wel een beetje voorkomen, maar het kan alsnog snel. Daarom zou ik altijd aanraden om een inlijnloodje onder de kant, of al ga je met een voerboot te doen. En deze, de wortellood, gebruik ik dan voor de wat langere afstand. En ik moet nog even een nieuw aasje opdoen. Maar hier, hij wordt iets minder snel opgepakt, het lood, het gewicht. Het haakpunt, maar die haak kan gewoon veel makkelijker draaien en zal minder snel de klit vliegen. Dus ja, daarom doe ik het eigenlijk altijd zo. Nou jongens, hengeltje 1 kant erin, de tijgenotenhengel onder de kant. Ik ga even vakkundig inleggen. Gaan we even 1 keer kijken of er geen vel op de haak zit. Hij komt lekker hard neer, je ziet het, helemaal clean en clean. Dan gooi je hem van je af, laat je hem rustig zakken, voel je hem neerkomen. Dan gaan we even bijvoeren. Eigenlijk gisteren wel denk ik kilo gevoerd, maar nu doe ik een klein schepje eromheen. Nog een klein, een beetje onder de kant. En dan eentje een beetje verspreid. En dan eerst kijken of de vis ligt. En als die dan afgaat, dan kan er nog een paar scheppen voer op. Maar eerst even snelle aanbiet proberen te forceren. En ja, is toch geweldig. Heerlijk zonnetje erbij. We zijn helemaal weer het mannetje. En doe een duimpje omhoog. Kijk, perfect. Klein clipje eraf halen. Ik ga hem eerst even op een steentje leggen en daarna gaan we bijvoeren. Super. Zo dames en heren. Ik wou net naar bed gaan en toen ging ik toch de hengel voor de kanten vanaf met de tijgenoten. Mooi schub dit net. Maar hij is druk jongen, hij was aan het vechten, niet normaal. Maar we gaan hem even op de foto zetten. Ik gaf een super leuk gevecht. Echt niet normaal hoe hard de run weer. En ik lag net te slapen. Punt gaf Becky. Ja, dat is toch prachtig. Eerst eens binnen op de tijgenoten. En ik denk dat er nog wel een paar kunnen volgen. Ja, een morgen jongens, zoals jullie zien. Steentjes van de hengel, er zit weer een vis in het net.
Vannacht helaas ook een lijnbreuk gehad. Dus die is verspeeld. En voor de rest eigenlijk geen actie. Jongens, daar is hij dan. Super mooie visie. Ik denk een kilootje of 8 zoiets. En ja, super hard gevecht. Ik kom om 7:30 op de tijgernoten weer onder de kant. Dus 2 vissen op de tijgernoten, eentje gespeeld. En ja, echt super mooie donkere vis. Echt een strijder, echt een kanaalstrijder. Hij is prachtig. Kijk eens, prachtig. Heerlijk hoor. Misschien dat er nog eentje volgt. Ik weet het niet. Ik ben bang voor niet, maar helemaal top. Nou jongens, daar is hij weer. Bram de boodschappenman is weg. Arriveert. Oh, ja. Heb je die sleutel? Ja. We gaan eens kijken wat voor boodschap van die vandaag heeft meegenomen. Kijk, dat is even lekker jongens. Lekkere vlam precies. Pannetje. Dat is helemaal gaaf. Maar ik ga opruimen. Maar wie gaat vannacht ook weer hier zitten? Kijk, de spulletjes zijn alweer helemaal droog. Dus die zal waarschijnlijk verder gaan in deze video. En kijken of hij nog wat kan vangen. Vannacht. Later. Yes, yes, dames en heren. Jullie zien het goed. Wietse van der Schee hier. Aan het roer. En waarschijnlijk denk je van, shit, dat toch de video afgesloten. Maar nee hoor, er komt nog een deel achteraan. Ik zit op hetzelfde water. Een nachtje nadat shit is geweest. Dus ik zit op een lekker mooie voorbereid voerstekkie. 2-3 dagen gevoerdste. En Chit had gisteren 3 runs, 2 gevangen, 1 gespeeld. Dus ja, ik heb alle hopen dat het goed gaat komen bij mij. Het is wel echt een prachtige avond, 25 graden. Stikt van de bootjes, fietsers, wielrenners, wandelaars, noem ik maar op. Maar ja, natuurlijk ook heerlijk weer om te gaan vissen. Ik heb morgen een oefentoets met school. Dus we moeten een beetje gaan opschieten. Morgen vroeg opruimen en we gaan knallen voor jullie. Zo, ik heb even wat aardjes voorbereid met kreeftenkous. Ik zie nu stoom boven heet water en dan zul je zien dat dit is hoeveelheid, ja, wat is het eigenlijk, shrinkfolie. Dat het gewoon lekker smal geworden is en dat perfect rondom je aasje past. Het is echt de uitvinding van het jaar, want die Amerikaanse rivierkreeft. Dat is met de week erg, joh. Dat is echt zo'n grote plaag aan het worden in Nederland. Zeker op open water. Ja, ik kan gewoon hier in de buurt niet meer vissen zonder dat je, zonder dat spul en dat je 's ochtends ophaalt en dat je dat alles eraf is. Dus zeker een aanrader. Jongens, als ik toch eerlijk ben, dan vraag ik me af wat die mensen bezielt. Sta je daar een beetje op een surfboom met een roeispaan? Nou, laat even in de comments weten wat jij ervan vindt, maar ik snap het niet helemaal. Maar ja, misschien denken we dat ook wel van vis, hè. En wij weten het wel beter. Zo jongens, één goede schep erop. Op het plekje wat je het heeft gevoerd en ook gevist. Nou, ik denk dat het wel voldoende is. Het zijn natuurlijk veel kleine deeltjes tijgernoten. Moet je altijd goed over nadenken. Boren kan je zo natuurlijk een 0,5 kilo voeren zonder dat het echt heel veel stukjes zijn. Als je bijvoorbeeld een 0,5 kilo bij hen hebt gevoerd of tijgernoten of weet ik veel wat, mais. Zijn zo verschrikkelijk voor aasopnames. Dus ondanks dat het kanaal is, ik denk dat één schep wel voldoende is. Nou, ik kies ook wel altijd lekker de mooie stekjes uit. Kijk, met de auto niet komen. Waarschijnlijk wil niemand hier zitten. Half in het riet. Maar goed, hè. Weet je wel waar niemand wil zitten? Daar wil Wietse wel zitten. Het is 11:30. Ik ga slapen. Hopelijk zie ik jullie vannacht met een mooie vis in mijn handen. En anders misschien morgen met een mooie vis. En als je me niet ziet, dan heb ik gebrengd. En een baal ik er zeker van. Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Wel trusten. En tot zo. Zo jongens, morgen. Het is 3:00. Ik krijg net 5 minuten geleden krijg ik opeens een harde run, joh. De kanthengel, tijgernoten. En na 3 minuten schiet opeens de hakels. Ik snap er echt helemaal geen reet van. Ik ben normaal nooit wel schieters. Maar de haakpunt was wel gebogen. Dus misschien dat hij op een mosselbed lag of zo. En nee, ongelukkig is gekomen met het werpen. Dus snel even een nieuw onderlijntje opgezet. 2 nieuwe tijgernootjes. En gaan we erin worden.
Kijk dan naar de achtwiel. Zitten daar met twee wezels. Zitten een beetje met elkaar te spelen. Dat zijn best wel bijzondere beesten. Alleen maar even de zoomen eens pakken. Zo, eigenlijk eerst vis in het netje. Echt blij mee. Haal ik één speeltijd vannacht. Komt deze wel op de bollen. En ja, het is echt een prachtig schub eigenlijk. Quasimodo, dus hij heeft een misvormde rug. Maar ik sta hem toch alweer een pontje of 20. Dat is zeker leuk. En het is nu 6 uur zoals ik zei. Ik zou nog tot 8 uur slapen. Dus ik heb opnieuw even mijn hengel erin gegooid. 2 uur zijn bijpakken, dan zet ik even de vis met de foto. Ik ben wel moe. En dan als de wielen weer gaan opruimen. Naar huis toe en naar school mijn toets maken. Dus dat is voldoende. Maar het is een prachtige ochtend. Geniet een beetje van de beelden die nu komen. En dan zie ik je zo. Mooie vis aan jongens. Tijgernootjes. Zo jongens, ik weet niet wat er gebeurt. Kijk dan, die andere is allemaal net. En ik heb hem geschept. Hij is dik. Deze gaat echt naar de 30 pond. En ik echt denk, kilo of 13, 14. Holy shit, ik ben hier blij mee. En toch gewoon die tijgernootjes voor de kant. Hè. Dat is echt genieten. In het ochtendzonnetje. Kwartiertje naar die andere. Oh, yes! Jongens, check dit. Wat een vis, joh. Nou, deze gaat naar de 30 pond. Kan niet anders. Onwijs hoog. Echt vet. Oh, joh. 13. Hier. Lekker. Lekker. Kijk dan, jongens. Wat een vis, joh. 9 kilo, Quasimodo. Ik kwam te strawberryboogies en 6 uur vanochtend zoals ik al zei. Sterke vis, wel een beetje aparte drill, maar ik denk dat het komt door die bochel in zijn rug. Ja, op zich ziet er wel geilig uit. Gewoon een misgroeide vis, verder is er niks aan de hand, want hij is sterk en gezond. Hij heeft een mooi buikje. Maar het is wel grappig om een keer te vangen. Dag hè. Wat een vis. Heel kort, maar onwijs hoog. 13 kilo. En hij kwam op 2 tijgernootjes. Tijgernootkoop.nl. Ja, ik ben hier echt bizar blij mee. Grootste vis op de pieper dit jaar. Een beetje wild. Kijk dan joh. Is te genieten. Heerlijk. Snel voor de andere kant. Kijk dan. Dit is toch geweldig. Ik ben hier echt bizar bij me. Gewoon heel eenvoudig. 2 tijgernootjes voor het kantje. En hij mag wel gaan. Zo hè. Perfect. Yes. Nou, moeders van de schee. Ik dank u voor de foto's. Ze zijn perfect geworden. Dus, 2 prachtige vissen, ik ben super blij mee. Dat is het einde van de video daardoor. Ja, vond je me nou leuk? Doe even een blauwduimpje omhoog. Abonneer voor meer. En wat zeggen we dan? Tot ziens. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Hoi.